Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat ik dit voor het laatst heb gedaan. Maar vandaag gaan we het weer doen. Ik ga namelijk jullie mijn locker laten zien. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jou eerst even vragen om een like te droppen. Matthijs heeft een paar weken geleden dit ook gedaan. Toen heeft hij meer dan 6000 likes gehaald. Dus kunnen wij dat ook halen? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de Vulgevraagd met een belletje aan. En ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code de Vulgevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. En over de itemshop gesproken, daar zijn we nu ook. En we zijn hier omdat ik iets wil gaan kopen. Het leek me leuk om dat gewoon weer een keertje te doen in de video. Super lang geleden dat ik dit voor het laatst heb gedaan. Dat ik samen met jullie in de itemshop iets heb gekocht. Dus ik zat te denken om deze Fit Jonesy, Relaxed Fit Jonesy te kopen. Die heb ik nog niet en ik vind hem wel heel erg grappig. Als je ook iets wil kopen, vul dan sowieso een supporter creator code in. Maar als je dan eentje invult, dan kan je net zo goed die van ons even invullen. Boom! Supporter creator code, te veel gevraagd. Voor mij stond die al ingevuld, maar ik denk ik confirm hem gewoon voor de gein nog een keertje. Laten we dan hem even kopen. Even kijken. Purchase item. Boom! Want ik vind deze echt heel erg vet. Ik vind deze skin gewoon heel erg leuk gedesigned. Die backplink past ook bij heel veel andere skins. Zoals een andere skin die ook nu te kopen is in de item shop. Laten we deze pickaxe dan ook gelijk even kopen. En dan doen we claim. We gaan hem dan niet instellen, want dat gaan we dus nu doen in onze locker. Ik bedoel dat dus deze skins. Deze Christina. Volgens mij, ja, hier de Sizzles zit er ook tussen. Oké. Nou, laten we dan voor nu eens eventjes naar onze locker gaan. Die is nog helemaal leeg. En dat heb ik met een reden gedaan, want ik wil niet alleen jullie mijn locker laten zien, maar ik wil ook proberen mijn favorieten eruit te pikken. Ik heb ze niet van tevoren bedacht wat mijn favoriete skin is of wat mijn favoriete pickaxe is. Maar we gaan gewoon live kijken en dan ga ik gewoon eentje uitkiezen die ik op dat moment het vetst vind. Kan zijn dat ik later een andere mening heb, maar voor nu vind ik dat dan het vetste. Oké, laten we dan niet te veel lullen en gewoon meteen beginnen met de skins. Want ik denk dat de meeste van jullie dit het interessantst vinden. Hoeveel mijn locker waard is, daar komen we op het einde wel eventjes op terug. Ik weet het niet exact, kan ik je alvast verklappen, maar we gaan gewoon een soort van schatting doen. Oké, nou laten we dan nu gewoon gaan kijken naar wat staat er allemaal in mijn locker. Het is heel veel. Het is heel veel. Ik moet trouwens een beetje schuin naar links kijken. Dat komt dan mijn camera op een iets andere locatie staan. Dus als je denkt, joh, maar kijk je hier naartoe. Maar hier links staat mijn scherm waar alles op staat. Maar in ieder geval, je ziet hier bovenaan natuurlijk de meest zeldzame skins. Of tenminste, de skins die eigenlijk zeldzamer zijn. Of een andere rarity hebben als de normale rarities. Dus Legendary, Epic en noem maar op. En dan zien we bijvoorbeeld hier de Love Ranger. En dan hebben we natuurlijk nog de Frozen Love Ranger. Heel veel Love Rangers heb ik eigenlijk. Heb ik de drie? Love... hier. Oh, ja, hier. Ik heb ook de normale Love Rangers. Zijn het alle Love Rangers? Dit is wel heel erg cool dat ik er gewoon drie heb. In ieder geval... oh, klik weg. Dat is niet helemaal de bedoeling. In ieder geval, ik heb veel Love Rangers. En we hebben hier ook natuurlijk deze skin, de Blaze, die ik echt heel erg vet vind. Deze is natuurlijk... komt van de OG skin af, de Renegade Raider. Is dat, klopt dat? Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. En die is natuurlijk heel zeldzaam. Maar dit is een soort van rip-off, maar een lava-versie. Ik vind het niet heel erg dat ze de skin hebben hergebruikt. Wat hebben we nog meer? Ja, heel veel legendary skins. Maar eigenlijk vind ik de meeste legendary skins niet zo super vet meer. Vroeger vond ik dat natuurlijk heel cool. Als je een legendary skin had, dan vond ik dat echt heel erg vet. Maar ik heb er inmiddels zoveel. Kijk dan hoeveel legendary skins er zijn. Het zijn er echt mega veel. Dus ik vind bijvoorbeeld deze, ja, het is leuk. Seizoen 8, tier 100 skin. Ja, enigszins is het wel vet. En we hebben... nou, deze is... ja, oké, deze is wel vet. Deze, die moet hiervan moet ik toegeven. Deze is wel dik. Ik zit even te kijken. Nou, ik bedoel, deze Rox. Ja, ik weet niet. Het is een mooie skin. Maar is die Legendary nog waard? Of deze Rose Team Leader? Het is wel een... nou ja, het is een enigszins zeldzame skin. Omdat je deze volgens mij alleen kan krijgen als je... hoe heet dat gekocht? Save the World? Ja, volgens mij krijg je hem dan. Verder, ja, valt het allemaal wel mee met hoe interessant de skins zijn. Hier heb je natuurlijk de Vendetta, ook niet heel speciaal meer. Maar over het algemeen, natuurlijk zijn dit wel de mooiste. Deze skin bijvoorbeeld is wel weer heel erg vet. De Galaxy Scout die recentelijk in de shop was, die vind ik wel heel erg vet. Nou, laten we niet te lang hierover praten, want anders wordt deze video een uur lang. En dat willen we niet. De Icon skins, dat zijn misschien wel mijn favoriete... rarity, want ja, je hebt hier natuurlijk Ninja, je hebt Travis Scott, je hebt Marshmallow, Loserfruit en dan Astro Jack, of Astro Jack? Astro Jack, die natuurlijk weer van Travis Scott afkomt. Ja, dit is gewoon heel vet en ik hoop dat we meer van dit soort skins gaan krijgen. Misschien nog wel een TVU skin lijkt me vet, of een Dr. Disrespect skin. Lijkt me ook wel vet, ook als... ja, Dr. Disrespect speelt er trouwens wel weer. Trouwens, Dr. Disrespect is weer terug, maar dan op YouTube, voor degenen die nog niet weten. Echt heel erg top. Shout-out naar Dr. Disrespect. Je ziet ook dat ik nog heel veel skins die ik aan heb geklikt, zoals al deze Slurp-series skins. Ja, kijk,
vaak koop ik ook gewoon skins omdat ik ze vet vind om te hebben. En eigenlijk is het meer om ze te verzamelen in plaats van dat ik ze ook echt ga gebruiken. Dat klinkt heel erg raar misschien, maar dat is wel de reden waarom ik sommige dingen skins koop. We hebben natuurlijk al die Star Wars skins. Nou, dan gaan we een beetje snel door de Epic skins. Even kijken of ik er nog eentje tussen zie die ik interessant vind. Nou, hier hebben we natuurlijk twee skins die ik eigenlijk nog niet gebruikt heb. Dan hebben we hier nog een Ocean skin die ook van dit seizoen komt. Deze P1000 is wel heel erg tof. Net als deze Peely skin. Echt, deze Peely skin is natuurlijk wel echt... sowieso de Peely, alle Peely skins zijn heel erg cool. Het is gewoon super uniek. Past perfect bij Fortnite. Dus ik vind die ook heel erg dope. En ook deze Unpeely is heel erg grappig. Eigenlijk alle Peely skins vind ik wel dope. Laten we eens even kijken. Welke Peely skins zijn er allemaal? Welke heb ik allemaal? Peely. Kijk, ik heb 3 Peely skins. Agent Peely, Peely zelf en Unpeely. Ja, ik vind het gewoon tof om dit soort skins gewoon bij elkaar te hebben. Net als dat ik daarnet had bij die Love Ranger, dat ik daar ook 3 van heb. Ik vind het ook tof om hier gewoon meerdere varianten van te hebben. En ik denk dat ik de Agent Peely gewoon het tofst vind, gewoon omdat hij er badass uitziet terwijl het een banaan is. Ja, ik vind het gewoon heel erg dope. Oké, laten we dan doorgaan weer naar de rest. We gaan er even snel doorheen. Als jullie wat interessant zien, laat dat er vooral even weten in de reacties. Ook natuurlijk de fishstick skins. Net als de Contract Giller. Ook, hoeveel fishstick skins heb ik? Even kijken. Fish. Ik heb er 2. Huh? Oh, natuurlijk. Want er zitten ook nog andere bij die anders heten. Ja, hier bedoel ik. Maar ik heb er in ieder geval meerdere. Fishstick skins ook zeker weten. Heel erg tof om te verzamelen en om te hebben. Gaan we even verder naar beneden kijken of er nog wat andere. DJ Yonder. Want dit is ook zo'n troll skin. Hè? Die Yonder skin. Nou, en deze variant valt wel mee. Maar als je die lama helm opzet, dat is heel erg hard. Dit is de engste skin by far in Fortnite. Ik kan me voorstellen dat mensen hier nachtmerries van hebben gekregen. En dit is een troll skin. Dit is echt een troll skin. En dan heb je natuurlijk de skin die ik net heb gehaald. Laten we gewoon deze skin voor nu. Nee, wacht. Nee, ik vind het niet de vetste skin die ik heb. Wat vind ik de vetste skin? Ik denk... Waar zal ik voor gaan? Welke skin vind ik het vetst? Ik denk dat ik gewoon voor Ninja ga. Ja, ik weet niet. Ik vind dat toch gewoon dope. Ik vind de Ninja skin vet. Trouwens, ik ga niet nu alles aanpassen aan de Ninja skin hoor. Want dat is de volgende keuze die ik ga maken. Laten we doorgaan naar de backblinks. Ja, hier gaan we gewoon lekker snel doorheen. Want ja, hoe interessant zijn backblinks? Ik gebruik vaak backblinks eigenlijk helemaal niet. Ik weet niet. Ik vind backblinks vaak afleiden van de skin... En heel soms, als het er echt goed bij past, zoals vleugels en capes, oké, dan gebruik ik hem. Maar voor de rest, ja, valt het wel mee hoeveel ik het gebruik. Ik zit even te kijken of ik wat interessant zie, maar ja, je ziet al dat ik heel veel dingen ook niet heb aangeklikt. Hier die bananen, die peelback ook wel weer lachen om te hebben. Maar meestal vind ik backblinks een beetje overbodig. Ik kan me voorstellen dat andere mensen daar een hele andere mening over hebben. Bijvoorbeeld dit soort dingen kunnen bij sommige skins wel. Zo'n wing, zoals deze, kan soms ook wel. Wings ben ik sowieso wel fan van. Dus kijk hoeveel wings ik heb. Ik heb veel wings hoor. Kijk dan. Maar ja, over het algemeen vind ik wings het vetst. Dus ik denk dat ik ook een wing zo meteen ga kiezen als mijn favoriet. En ik denk dat ik al weet welke wing. Deze is ook wel vet hoor. Deze zat natuurlijk bij... In seizoen 2 was dat. Ja, kon je die unlocken. En ook deze is wel vet. Met dat event van Travis Scott. Wat natuurlijk een van de vetste events ooit was. Laten we hier niet te lang naar kijken. We gaan gewoon voor de lava wings. Die past natuurlijk totaal niet bij de ninja skin. Maar daar gaan we doen we het ook niet voor. Laten we doorgaan naar de pickaxes. Want hier hebben we natuurlijk ook er wel een aantal hele vette tussen zitten hoor. Laten we eens even kijken naar wat ik allemaal heb. Ik ga er even snel doorheen. Ik kijk wat mijn eyecatch. Ik vind deze heel vet. Ik heb volgens mij een tijdje geleden ook een video gemaakt over mijn favoriete pickaxes. En deze hebben we natuurlijk net gehaald. Die ik heel erg tof vind met die donuts. Ja, zit er een bijzondere tussen? Ja, deze is wel heel erg dope. Ik weet even niet meer welke ik toen op nummer 1 heb gezet. Volgens mij heb ik toen die van de Renegade Raider op nummer 1 gezet. Die Raiders Revenge heet die volgens mij. Ja, die is wel vet, maar die heb ik uiteraard niet. Dus we moeten even een andere gaan kiezen. En ik denk dat ik gewoon voor eentje met een hele nostalgische waarde ga kiezen. Welke ik het vetst vind. Dat is nou... Waarom staat hij nou? Ik ben hem aan het zoeken, maar ik kan hem zo niet 1, 2, 3 vinden. Even kijken, hij staat sowieso hier bij Epic. Of niet? Staat hij bij Legendary? Nee, zijn er Legendary pickaxes? Volgens mij wel, toch? Maar waar staat hij? Ik kan hem gewoon niet vinden. Ik ben gewoon mijn pickaxe kwijt. Mijn favoriete pickaxe. Dat is namelijk deze Rainbow Smash pickaxe. Alleen dan de andere variant. Ik kan hem gewoon niet vinden. Ik kan hem gewoon niet meer vinden. Dus ik ben er waarschijnlijk 30.000 keer overheen. Oh, hier staat hij gewoon. Staat gewoon onder Dark Series. Oké, nou duidelijk. Die ga ik instellen. Dit vind ik een hele vette pickaxe. Laten we nu doorgaan naar gliders. En gliders... Ja, dat vind ik toch wel even dope. Ik weet dat de meeste gliders eigenlijk niet goed passen in competitive. Bijvoorbeeld deze is veel te groot. Deze lava dragon is veel te groot. Iedereen ziet je gaan.
En deze was een tijdje gewoon OP. Deze was gewoon uit competitive gehaald, omdat hij gewoon te sterk was. Maar laten we eens even kijken wat we allemaal hebben. Deze is wel vet. Die comment die moet ik eigenlijk een keer gebruiken. Ik vind hem echt heel dope. Ik heb hem eigenlijk nog niet gebruikt. Ik heb er zoveel nog niet gebruikt hier. Ik zit even te kijken wat ik allemaal heb. Ik klik er gewoon een klein beetje doorheen. Dus ja, ik weet niet. Ik vind ze allemaal wel heel erg dope. Eigenlijk de umbrella's zijn gebruik ik het meest. Omdat die het stil zijn. En ze zien er gewoon fancy uit. En opeens viel mijn camera uit. Omdat die te warm is geworden of zo. Ik heb geen idee. Maar gelukkig heb ik een backup camera. Dus het kan zijn dat de kwaliteit nu heel iets anders is. Maar laten we gewoon maar meteen doorgaan. Ik had het over umbrella's. Umbrella's, ja, die zijn gewoon heel erg dope. Dus laten we ook gewoon een umbrella kiezen. In plaats van dus zo'n hele grote. En ik denk dat ik voor deze gouden ga. Ik vind deze gouden gewoon heel erg tof. We gaan voor deze downpour. Want dat is lekker water, lekker verkoelend. Ik heb namelijk snikheet nu, net als mijn camera die net uitgevallen is door de hitte. Dus laten we doorgaan naar de trails. Ja, hier kan ik kort over zijn. Ik gebruik ze eigenlijk niet. En als ik ze gebruik, dan is dat specifiek voor één bepaalde skin. Dus laten we gewoon eens eventjes gaan kijken wat ik dan tof vind. Ik denk dat ik iets met vuur wel tof vind. En ik zit even te kijken welke dat ook weer is. Deze. Deze, als ik er eentje gebruik, is het meestal deze, omdat ik hem gewoon dope vind. Ik vind het gewoon tof dat er allemaal vuur uit je handen en voeten komt. Dus laten we die gaan instellen. Nou, laten we dan nu doorgaan naar de muziekjes. En ja, ik heb natuurlijk dit soort muziekjes zoals deze uitgezet. Want ja, er zit copyright op. Heel simpel. Maar ik heb ze wel. Ik vind de iconic dingetjes ook wel echt heel erg dope. Deze vind ik niet zo heel erg dope van Lucifer Fruit. Maar hey, ik kan me voorstellen dat sommige andere mensen hem wel tof vinden. Wat hebben we nog meer? We hebben hier de headbanger. Maar oké, die kunnen we allemaal niet beluisteren. Want copyrights. Deze is wel heel vet. Ik weet nou wat mijn favoriet is. Dit is sowieso mijn favoriet. Maar die gaan we nu niet kijken. We gaan nu even verder kijken naar wat ik allemaal een beetje heb. Eens even kijken. Misschien zien jullie wat interessant. Deze is ook vet hoor. De intensity of zo. Laten we eens even kijken. Season 3. Oh nee, niet season, maar season 3. Even kijken, wat krijgen we er allemaal te zien? En dit zijn ook een beetje de OG dingetjes. Als je deze hebt, dan ja, ben je enigszins al wel OG. Vinden jullie Season 3 OG? Ik moet trouwens nu naar deze camera kijken, niet naar die. Want die is al net aan, nu staat deze aan. Maar vinden jullie deze OG? Laat het even weten, want ik vind hem inmiddels al wel OG geworden. Wat hebben we nog meer? Deze natuurlijk. Huppa, de Squad Kick. Super vet. En de Robot. Ook heel erg tof. Ja. Ik ben heel blij met deze dingetjes. Maar laten we verder kijken wat we nog meer hebben. Wat hebben we hier nog meer? De Keep It Mellow. Van, waarom staan deze icon... Hier staan icon emotes. En hier staan icon emotes. Beetje raar. Maar ja, heel erg vet. Wat heb ik nog meer? Ja, er zitten zoveel toffe emotes tussen. Deze is leuk. En natuurlijk deze. Als je iemand hebt gekillt en je doet deze. Ja, dat is natuurlijk heel erg naar als je dat bij iemand doet. Wat hebben we nog meer? We hebben zoveel. We hebben zoveel. En we kunnen hier uren naar kijken. Maar ik denk dat we gewoon gaan kiezen. Want anders duurt deze video nogmaals echt veel te lang. We gaan over deze. Boom! De Scoot in. Dan gaan we nog eventjes snel kijken naar een rap. Welke rap vind ik het vetst? Laten we trouwens even een rap kiezen voor ons wapen. Want dan kunnen we wat beter kijken. Nou, ik heb niet mega veel raps. Dit zijn eigenlijk alle raps die ik heb. En eigenlijk vind ik alleen de geanimeerde vet. Dat zijn eigenlijk ook de enige die ik gebruik. En die zijn eigenlijk allemaal wel hier bovenaan. En degene die ik meest gebruik is deze lava. Deze Molten Angular Shift is echt heel erg vet. Ik vind ook deze wel vet. Die van de Goosebumps van Travis Scott. En ook deze vind ik wel heel erg dope. Maar eigenlijk alleen de geanimeerde die tellen voor mij mee. Deze is wel vet. Deze is ook wel vet. Ook deze magma is vet. Maar eigenlijk vind ik deze net iets vetter omdat die iets rustiger is. Dus die gaan we dan ook kiezen. Verder hebben we natuurlijk nog icons. Ja, hier kan ik heel langdradig over doen. Ik heb er mega veel. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. We hebben nog wat founders dingetjes. Ik ken niet iets specifiek heel vets of zo. Eigenlijk vind ik die dubbel pump het leukst. Die ga ik ook lekker ingesteld houden. Omdat die gewoon lekker nostalgisch is. Dubbel pump. Laten we doorgaan naar muziek. Ik heb eigenlijk geen muziek aan. Dus moet ik eigenlijk heel veel snel aanzetten zo. Muziek, waar staat die? Audio hier. Zo, daar. En dan doen we even muziek aan zo. Boom. Apply. En dan hoor je al dat ik normale muziek aan heb staan. Maar we gaan natuurlijk even andere muziek checken. Want welke vind ik nou het mooist? Ik heb het eigenlijk nooit aanstaan. Dus ik heb geen idee. Deze is wel cool. Ik heb echt geen idee wat het allemaal is eigenlijk. Hey, deze is wel chill. Eigenlijk wil ik iets zomers hebben. Wat is zomers? Deze is zomers, sowieso. Ja, deze is goed. Deze is ook van dit seizoen. Natuurlijk. Natuurlijk gaan we deze instellen. Deze is wel heel dope. Laten we hem ook gewoon de rest van de video aan laten staan. Laat ik hem op deze... Ja, ik laat hem gewoon lekker zo hard staan. Waarom ook niet? Het maakt ook niet uit. Verder hebben we nog natuurlijk loading screens.
Wat vind ik de vetste loading screens? Ja, ik heb er ook weer hier zoveel van. Eigenlijk alleen de geanimeerde tellen weer voor mij mee. Dat zijn er niet heel erg veel. Is deze geanimeerd? Nee, dit is niet geanimeerd. Is deze geanimeerd? Deze is wel geanimeerd. Maar deze niet. Het staat onderin animated. Dus, ja, welke gaan we kiezen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat ik lekker voor geanimeerde ga. En ik denk dat deze... Nee, ik vind deze vetter. Ik ga voor deze. Boom. En dan hebben we eigenlijk alles al ingesteld. Dit is niet de setup die ik zou doen natuurlijk. Want kijk hoe raar het eruit ziet zo. met die wings. Maar hey, ik vind het heel erg tof. Dames en heren, ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Als je dat vond... Ik moet naar die camera kijken. Als je dat vond, drop even een like. Abonneer op de belletje, belletje aan. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!